Maar je ziet hier, er staat hier een kerk en er staan wat een paar huizen. En daar is een klein tankstationnetje. Maar er is hier niemand. Er reed net een auto voorbij met een paardenwagen. Ik zag net een oud vrouwtje lopen. Maar ja, het ziet wel uit dat hier mensen leven ofzo. Het is aardig verzorgd en ingericht. Maar ik kom daar helemaal niemand tegen hier. Helemaal niemand. Ik sta doodstil. Ik loop hier met Bas de Wit, student van het Helicon in Den Bosch. Toegepast biologie. En wat gaan we doen vandaag? We gaan springkikker en bruine kikker zoeken. Springkikker, bruine kikker. En waar gaan we die vinden? In de Beekdal. En waarom vinden we die daar? We gaan op zoek naar het natuurlijke habitat van deze twee soorten. Mm-hmm. En wat ik denk is dat ze in de beek zitten onder stenen en in kleine gulsjes in de beek. Ik heb geen luizen aan, dus ik waag me er niet in. Student van toegepaste biologie in Helicon uit Den Bosch. En wat doe jij hier in de Kreuze? Ik loop hier stage. Ik ben een onderzoek naar zoogdieren aan het doen. En welke zoogdieren heb je al gezien? Reeën, visotter, vossen, hermelijnen, van alles een beetje. Oh, nice. En waarom zitten wij hier aan dit mooie meertje? Omdat hier een visotter en een bever zit. Oh. En wij proberen hem vandaag te spotten. Het is een goede plek voor een adder. Heel veel beschutting van levende en dode varens. Je ziet hier echt op de rand van een bebossing en wat kalere grond. En Stem probeert er nou eentje te zoeken en te vinden. En je moet echt heel erg langzaam lopen als je reptielen wil vinden. Dus hagedissen bij slangen. Ze zijn heel gevoelig voor snelle bewegingen. Dus als je hier met een normale looptempo doorheen zou panjeren, vind je helemaal niks. Of dan hoor je ze net wegglippen. Het geluid maakt niet zo heel veel uit, maar je moet heel erg traag zijn. Een beetje, dus niet erg. Leuk man! Foto maken! Dit zou wel eens aan het werk kunnen zijn. Ja, dat lijkt dus ook schitterende waarneming. Het is super zeldzaam in Nederland. Ja. Laat me niet vallen, ook al bijt hij. Heb je jou gebeten of niet? Dit is goed. Zo, kom hier. Niet laten vallen, hè? Kom hier. God, goed zo, Kira!